Loes Geurts, kwalificatie binnen na een EM gewonnen hebben een WK. Ja, mooi hè? Hoe gaat dat gaat bij jou? Ja, ik ben hartstikke blij. Ik heb niet zo heel veel woorden op het moment, omdat ik gewoon heel blij ben dat we ons gekwalificeerd hebben. Dat wilden we graag en dat hebben we gewoon de streep getrokken. Dus. Wat denk je na 7 minuten, als er een volle kaart valt en dan ook nog een heel gevaarlijke situatie komt? Ja, ik denk heel gezegd gewoon, kan gebeuren. Ja, dat is een lullig moment. Dat soort dingen gebeuren nou eenmaal in voetbal. En we weten hoe we dan moeten gaan als team. En ik denk dat we dat ook goed hebben opgepakt. Dat we niet echt in de problemen zijn gekomen daardoor. Was dat misschien een sleutelmoment vandaag de wedstrijd dat die bal dan niet binnen gaat? Want daarna hebben jullie eigenlijk de wedstrijd in handen genomen, gecontroleerd. Eigenlijk niks weggegeven. Nee, dat scheelt wel natuurlijk. Het wordt wel iets anders als zij gelijk scoren, want dan is het al heel snel. En dan heb je nog wel heel lang te gaan met 10 man. Aan de andere kant denk ik wel dat zij moesten echt wel zoveel goals maken. En dat we stonden even goed, gewoon heel goed. Dus het hielp wel, maar ik denk dat we het even goed over streven toen we hadden anders. En dan komt het moment, Vivian Miedema, op het moment dat ze de bal aanneemt, ziet eigenlijk iedereen al die gaat binnen. Ja, dat is fantastisch dat ze die bal afmaakt. Dat laat ze toch maar weer zien dat ze die goals kan maken. Dat is goud waard. Ja. De vragen die zijn nu gekwalificeerd, dus ik veronderstel dat vandaag een heel goed feestje gaat zijn. Ja, dat gaat wel een leuk feestje worden, denk ik. Oké, proficiat nog eens, dankjewel. Dankjewel.